Meestal ja, belt Lom op, of ik bel Lom op. En dan meestal is een partijtje voetbal erbij. Ja. Zijn jullie echt vrienden, zo Lom Polunnes en jij? Ja, we kennen elkaar al 40 jaar. Dus ik heb voor hem moeten lopen toen ik in België kwam. Heb je leuke herinneringen ook aan Staaien? Ik wel, ja. Als ik aan Staaien, niet aan dit, maar ik denk aan het oude Staaien. Dat vond ik echt formidabel. Die waren zo verschrikkelijk fanatiek. En dan waren ze Teddy Boor dan, Drammen, Daro en Daro. En als je dan je ploeg op het veld kwam, ja, had je toch al een hele dikke broek, want je had schrik. Ik was er nog van afkees. Maar dat was echt fantastisch om hier te spelen. Welkom op Staaien, je allereerste keer. Dit is mijn allereerste keer hier in het stadion. Ik vind het heel fijn tot nu toe. Ik heb al geprobeerd om een shirtje te kopen en om een sjaal te kopen. En straks gaat de merchandise open en dan ga ik ook inderdaad zo mezelf voor het eerst een Canarisch sjaal omdoen. En dan begint de wedstrijd keer opnieuw tot 8:30 uiteindelijk het grote moment daar is. Dus ik vind het heel fijn hoe de sfeer zich langzaam maar zeker opbouwt hier in de omgeving. Wat vind je van STVV tegenwoordig als ploeg? Ik volg het redelijk goed, omdat ik op Play Sports met grote regelmaat in de studio mag zitten. En ik heb in de competitie gezien dat STVV tot nu toe eigenlijk minder punten haalt dan ze capaciteiten hebben. Dus ze onderpresteren, maar ze zijn tot meer in staat. En dat is eigenlijk een heel aangename situatie voor zo'n ploeg, omdat ze weten dat het gaat komen. En ik heb het gevoel dat het nu aan het komen is. Dus ik denk dat Standaard het zwaar gaat krijgen vanavond. Een pronostiekje? Ik hou het op een veilige 3-1.
Goed. Wat verwacht je nog van Sint-Truiden in dit seizoen? Nou, ik verwacht... In het begin dacht ik, nou, ze krijgen het toch moeilijk. Maar de laatste tijd zijn ze zich helemaal aan het opkrabbelen. En dan zie je toch dat de dingen veranderen. Ze pakken hun punten mee. En ze komen heel langzaam uit die gevarenzone. Dus als ze nog twee keer de volle pot kunnen pakken, ja, dan kunnen ze lekker vrij ademhalen. Maar ja, ik heb net toevallig het programma gehoord. Dat is niet makkelijk. Het is nog een zwaar programma. Heel zwaar.